Justitieminister Kenneth Amoxie zegt dat de brandweer binnenkort haar standaard uitrusting krijgt. De brandweer heeft haar werkzaamheden gestaakt vanwege het uitblijven van hun persoonlijke uitrusting en het niet nakomen van afspraken met de regering. Amoxie stelde vandaag voor de ministerraadsvergadering intussen in gesprek te zijn geweest met de brandweervakorganisatie voor wat rust in de tent. Ik heb wel contact gehad met de voorzitter, volgens mij gisteren nog. De afgelopen week heb ik al deze bonden ontvangen. De bond BBS, bond KPA en de bond bij de brandweer. Ten aanzien van de aankondiging van acties. In de vergaderingen met de bonden. Er is een overeenkomst getekend met de clusterminister over aanpassing van verschillende toelagen. En een van de zaken die afgesproken is, eigenlijk gedurende haar onderhandeling, dat financiering voor de toelagen moet zijn precies budgetneutraal. Dat we een justitie, ministerie voor justitie, moest besparen. Tap overuur onder andere naar Wantutrasani, oliegebruik en zo. Amoxie geeft verder aan dat de besparingen bij justitie per 1 november ingaan. Er moet vooral bespaard worden op het gebruik van brandstof. Dus dat we een over november een besparing ode en ammonie ode beschikbaar. Dus 1 november de toelage is op pay uit. Sami is ook voor bewerkstellig ook toe. Dat ammonie voor oktober, nanga dit november, op pay uit eind november. Dus dat me spreek af nanga de bonden. De brandweerbond was hier niet zo happy mee, die andere bonden ook niet. Maar zij begrepen het wel, de precaire situatie. En ook omdat afspraak bij Mickey, dat we moest besparen voor ze, dan pas ammonie op je uit. Maar ten aanzien van de eisen voor brandweer, misschien straks ook weer, ga ik weer praten met de collega van Financiën. Om toch voor wat betreft PSU, de ressources zijn er al, om die gelden toch vrij te maken. De minister zegt dat er al met de leveranciers is gesproken. De attributen moeten worden geleverd, zodat er weer adequaat werk kan worden verricht.